als jullie dit niet willen zien, spoel even een stukje verder, want dit gaat niet heel fris zijn, maar komt ie. Oké, we horen nu iets en dit is niet helemaal... Ik dacht dat ik een muis zag, maar we horen nou iets heel duidelijk door de bossen heen lopen hier. Hallo allemaal, superleuk dat jullie... Zo, dat moet ik niet hier doen. Oh, dat was mijn kaak. Hoe dan ook, superleuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog op mijn kanaal. Mitty! Ja, ik heb vandaag weer een leuk avontuurtje voor jullie. Ik heb eigenlijk altijd een beetje last van mijn neus. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik was laatst met L1 aan het spelen. En toen in één keer stoot ik mijn neus tegen, inderdaad, de stoel aan. Dus was niet heel handig. Maar goed, ik heb ondertussen mijn boodschapjes gehaald. Appaté is al weer vers in huis, want ik ga lekker binnenkort eventjes tomatensoep maken. Ik heb de paaseieren alweer binnen voor Pasen. En vanavond gaan we ook weer op avontuur. We gaan namelijk naar een urbex locatie. En ik weet niet of jullie weten wat een urbex locatie is, maar dat houdt dus in dat je, ja, dat je naar een spookhuis gaat. Ik heb het in het verleden heel vaak gedaan, vorig jaar nog. Toen heb ik 3 keer hetzelfde huis bezocht. Een keer in de ochtend, een keer in de avond en een keer met Dolf. Er is namelijk iemand en die heeft mij uitgenodigd om samen te gaan kijken bij een verlaten locatie. Dus weet je, helemaal prima, dat gaan we doen, super gezellig. Ik heb ook al wat veel precies, dus op precies dezelfde locatie is er geweest als ik. Oh ja, dames en heren, nu moet ik gelijk toch eventjes onder elkaar zitten. Kan ik je gelijk even zeggen dat ik heb besloten om een beetje onregelmatig te uploaden. Dus dat betekent niet meer dat ik vaste dagen heb, zoals woensdag, zaterdag en zondag. Maar dat betekent gewoon dat een beetje onregelmatig. Dus bijvoorbeeld dat er dan maandag bijvoorbeeld de vlog online komt. En dan donderdag, weet je, gewoon een beetje lekker onregelmatig. Gewoon dat je geen verplichte dagen hebt, maar gewoon lekker onregelmatig. Ik denk dat dat wel leuk is, gewoon voor de video's. Oké, ik heb inmiddels eventjes een truitje aangedaan, het is even net wat warmer. En nu wordt het tijd om even lekker op pad te gaan. Ja, we moeten wel voor de avond ook weer thuis zijn, dus wordt een mooi avontuurtje dit. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan treffen bij het verlaten gebouw. Spannend! Nou, precies zoals ik al zei, we gaan dus inderdaad naar een verlaten gebouw toe. En met wie heb ik het hier te maken? Hallo? Jij bent ook een kleine urban explorer, of niet? Ja. Ja? En hoe heet jij? Sophie. Superleuk. En jij kwam hiermee aan en zegt van Mitchell, je moet je eigenlijk even naartoe. Dus, wat gaan we doen? We gaan er naartoe. Superleuk. Dit is dus inderdaad het huis. Hier kregen ze dus altijd de brieven mee. Jeetje. Oké, dit is dan wel weer creepy. Dan zie je hier gewoon een stoel staan. Oké. Nou, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ik sta hier dus inderdaad achter het huis. En het verhaal gaat dus rond dat er vroeger 3 kinderen waren in Maisveld, als ik het goed zeg. En die hadden dus hier even een kijkje willen nemen, totdat er een man kwam met een pistool. Nou kijk, dit is het hele huis. Maar daar zo zit ook nog een schuur. Ja. Maar zometeen gaan we ook nog Oh, kijk uit. Kijk, dan zat er op zo'n bunker. Ja. Kijk, daar. Hij is helemaal onder water. Dit is een bunker. Zo! Hij is wel helemaal onder water. En dit hebben ze gebruikt vroeger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Denk je? Jeetje. Ja. Zo. Maar ik denk niet dat je daar zo op moet staan. Dan val je erin. Nee. Nee, dat zou ik inderdaad ook niet doen, nee. Maar het ziet er echt vet uit. Daar zo is het deur. Wow, oké. Okay. Kom, we gaan nou. Ja, let's go. Je zet er wel soms zo aan doen. Ja, struiken. Ja, dat ze. Zo. Oh, ik schrik me helemaal wild. Daar kon een beetje op dat ding zat. Wow, oké. Okay. Ja, kijk. Nu kom ik zo even juist kijken. Zo. Ik heb ook zo'n deur dat je... Auw, dat is een doren. Zo, we zijn dus inmiddels hier in het gebouw, zeg maar. Het gebouw waar we net voorliepen, wat jullie net zagen. En het is echt ongelooflijk druk. Die super muf. En het is ongelooflijk. Je ziet letterlijk alle glazen in de kast staan. Kijk, want er staat hier zelfs een boom met allemaal oude postzegels. Kijk, nou, ze waren ook niet echt... Het glas is wel gebroken. Ja, ze waren ook niet echt vies van een beetje kerst, zie ik. En fitness deden ze goed. Oh, ik ben net op het glas gaan. Wauw. Hallo, ik ben Sophie. En dan zeg jij, wat gaan we doen? Hallo,
Ja, en vandaag gaan we. Urbex. Oké, laten we gaan naar de volgende kamer. Ja, maar daar is ook nog een kamer en daarachter ook nog. Oké, deze gast had heel veel zin in drank. Goeiedag, hé. Ik vraag me echt af, wat is hier gebeurd vroeger? Waarom is dit er zo allemaal achtergelaten? Hier is, oh, hier is zelfs een keltje. Je hebt hier zelfs nog een pot met bonen liggen en met wortels. Zo, je hebt hier zelfs knetterveel stoelen. Moet je kijken! Oh. Er zit alleen maar spinnenweb. Misschien is dit... Zit je? Dit is het... Zie je dat? Dit is het... Dit is denk ik oprecht wel de meest raarste plek waar ik ooit geweest ben. Ik heb veel verlaten gebouwen gezien, maar... Dit is denk ik wel een van de knettergeesten. Kijk je uit. Mama, ik heb hier ook. Ontzettend veel spinnenweb hier zo. En wat ik me dan wel afvraag is, waarom wordt hier niks meer mee gedaan? Dat is zo raar. Dames en heren, ik denk dat dit de woonkamer was. Zien jullie die gordijnen daar zo? Dat was denk ik de woonkamer. Maar ook om hier te staan is zo bizar. Het is echt niet normaal dit. Ik wist echt niet dat dit stond. Ongelooflijk. En het erg is ook nog gewoon dat, zoals jullie kunnen zien, dit is een knopje van vroeger. Dit zag je bij heel veel van die bejaardenhuis altijd. Van die oudere woningen zag je dat ze allemaal van één knop hadden. En met zo'n stikkertje eronder gaat verdarrie. Er ligt hier nog een bekertje dat niet uitgedronken is. Het is hier echt heel raar om te zijn. Oh, ik dacht dat ik wat hoorde, maar... Wat hoorde? Nou, ik hoorde iets verschuiven net hier zo. Ik ben niet... Ja, ik weet dat ik gek ben, maar... Er was dit iets wat hier verschoof. Oh ja, die is wel heel oud, ja. Jeetje, tik misschien hier zo. Nou, dit zit er dus onder de, alleen maar waterleidingen. Daar heb je niet zoveel aan. Nee. 1, 2, 3, niet schrikken. En inderdaad, het creepieste van het hele huis, of al die verlaten gebouwen, vind ik toch altijd wel inderdaad die foto's. Kijk dan, dit zijn denk ik foto's van de kinderen vroeger. Zie je dat jasje? Ja, die zit helemaal verschimmeld. Ja, dat hoeft niet meer aan te raken, maar hier zie je allemaal oude kleding liggen van vroeger. Dat alles zo in de jaren 90 stijl is, dat heb ik bij heel veel van die verlaten gebouwen. En ja, om even in de straal te zijn, wat ik me al wel afvraag is, waarom gooi je het allemaal zo open? Waarom wordt al die glazen ook weer... Waarom wordt het allemaal zo op de grond gegooid en kapot gemaakt? Het zal vast wel hangjeugd zijn, maar dat snap ik dus niet. Waarom al die gebouwen worden zo raar achtergelaten hier? Hier waren vroeger de douches. Dan kon je gaan douchen. Dit was vroeger de badkamer. Zien jullie dat? Je kon ze vroeger douchen. Nou, dit is dus de garage geweest vroeger. Ja, er zit heel veel water in. En nog even een ding. Als jullie dit niet willen zien, spoelen even een stukje verder. Want dit gaat niet heel fris zijn, maar... Komt-ie. Een dood konijn dat nog gemummificeerd is. Zo. Gadverdarrie. Dit is toch gewoon ranzig. Gewoon een vies... Konijn. Baba. Gewoon helemaal gemummificeerd. Helemaal onthaard. Zie je dat? Ja, misschien heeft hij gewoon spijt. Is hier gekomen. Ja, ik denk dat hij wel makkelijk is gekomen. Ja, maar dit is gewoon echt een konijn van misschien wel
50 jaar of zo? Nou, dat was het dan, het verlaten gebouw. Jeetje, bizar dit. Nog steeds super bizar. Toe, betekent dat toe? Ik weet niet wat het betekent, volgens mij is het gewoon een merk of zo, toe. We zijn nu klaar, want dit is de garage. Ze hebben nog een garage. Hier heb je denk ik ook allemaal ingezeten. Container met allemaal spullen. Ja. Kijk je uit? Ja. Hier moet je ook schuim verdiepen. En daar zo, kijk, hier is het dak helemaal kapot. Ja, dat is helemaal kapot. Oké, we horen nu iets. En dit is niet helemaal... Ik dacht dat ik een muis zag, maar we horen nou iets heel duidelijk door de bossen heen lopen hier. We horen heel de tijd hier zo door de bosjes heen lopen. En het lijkt wel alsof er iets van een beest of iets in zit, maar... Een groter dan een muis. Zo, ik ben weer thuis en ik weet niet, op een of andere manier, ik vind het nog steeds zo'n raar gebouw. Dat het zo kapot is en zo overhoop gegooid is. Waarom zou je dat überhaupt doen? Waarom zou je dat zo achterlaten? Ik weet niet, op een of andere manier, ik kan er gewoon niet helemaal bij. Toch vond ik het wel een superleuk avontuur, hopelijk jullie ook. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ja, dit is alweer het einde van de vlog. Ik ga even lekker de computer af, of de computer afediten, wou ik zeggen. Ik ga even lekker de ziel afediten. En ik ga vaker dit avontuurtje doen met Sophie. Ook even een shout-out naar Sophie. Het was super gezellig. Haar YouTube-video kun je zien in een linkje in de beschrijving. Maar goed, dit was hier alweer de vlog van vandaag. Hopelijk heb je genoten. Vergeet niet, ik wil het mee blubben. Vergeet alweer een blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. Hierbij is het niet gedaan. En dan zie ik jullie gewoon weer bij een volgende vlog. Om 5 uur op mijn kanaal. Mitty. Nieuwe avonturen. Binnenkort gaan we veel meer verlaten gebouwen bezoeken. Dus wees erbij. Wordt superleuk. Tot de volgende keer in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Nogmaals een blauw duimpje omhoog. En zoals ik altijd zeg, blijf positief. Peace.